Beste mensen, goedenavond. Welkom bij onze webinar over droogstand, koeien, topfit naar de start van lactatie. Fijn dat jullie ondanks dit mooie weer en mooie lenteavond toch naar ons webinar kijken. We gaan snel beginnen. Ik wil eerst even kort onszelf introduceren. Mark, jou het woord hier. Ja, dankjewel. Ik ben Mark Dielissen, 55 jaar oud. Ik woon in Nuland en ik ben melkvee-specialist bij Voerhoek Zuid. Mijn naam is Matt Winkelmolen, ik ben 35 jaar oud. Ik ben woonachtig in El, Midden-Limburg. En ik werk als nutritionist herkauwers bij Voerhoek Zuid. En ik zal jullie proberen vanavond een beetje door het programma te leiden. Ik zal beginnen met onze presentatie hangt boven de camera. Dus als jullie ons soms heel veel omhoog zien kijken, dan komt het omdat wij naar even naar het scherm kijken waar we precies zijn gebleven. Ik wil even beginnen met een paar vragen die wij al vooraf hebben binnengekregen. De heer Arts vraagt, wat is het beste droogstandsrantsoen? Ja, we hopen aan het einde dat we heel veel tips hebben gegeven over het droogstandsrantsoen. Als de vraag dan nog steeds actueel is, dan horen we het graag achteraf. De heer Kouwenberg vraagt, je bent blij met hoogproductieve, persistente koeien. Maar hoe zet je ze het beste droog? Ook daar komen we in de presentatie op terug. Zijn er achteraf nog vragen over? Schroom niet om ons te bellen. Als derde vraag die ik vooraf al wil beantwoorden is, wat vooral niet doen tijdens droogstand? Wij gaan proberen vooral te vertellen wat je wel moet doen. Als deze vraag daarna nog open staat of je hebt nog wel graag tips, bel even en kom ik graag bij je langs. Zijn er nog andere vragen tijdens de presentatie? Stel ze via de chat. Wij proberen ze zoveel mogelijk tijdens de presentatie te behandelen. Als het niet het geval is, komen we er later op terug. Waar gaan we het vanavond over hebben? We gaan het beginnen over de droogstand. Waarom zetten we droog? Wat is het doel? We beginnen eigenlijk in de belangrijkste fase van de droogstand. Einde lactatie. De droogstand aan zich. En dan tot en met het afkalven gaan we met jullie behandelen. Ik wil beginnen met eigenlijk, wat is het grootste probleem van de droogstand? Waarom is het zo belangrijk? Of wat is de bekendste ziekte rondom afkalven? Dat is toch wel de subklinische melkziekte. En een Amerikaanse professor, Jesse Goff, zegt erover, subklinische en klinische melkziekten worden beschouwd als zogenaamde gateway disease, die een optimale productiviteit in de volgende lactatie ernstig vermindert. Dit is een hele bekende uitspraak, die heel vaak wordt gebruikt, ook door ons. Maar wat wordt er precies mee bedoeld? Ik hoop dat jullie achteraf snappen waarom wij dit ook een gateway disease noemen. Wat is een gateway disease? En wat is precies het probleem als de droogstand niet goed is? Eigenlijk, je valt van het een in het ander. Als je het afkalven niet goed gaat, heb je afkalfproblemen. En dan heb je een lepmaagverdraaiing. De koeien eten genoeg, je hebt een negatieve energiebalans. Je krijgt slepende melkziekte, witvuilen, leververvetting, calcium-magnesiumgebrek. Gaan een keertje plat terwijl ze gekalfd hebben. Of ze blijven aan de nageboorte staan. Dus echt, je valt van het een in het ander. Dat is eigenlijk het gedachte achter een gateway disease. Wat nog meer gateway disease? Hoe zal ik het noemen? Als de droogstofopname niet voldoende is, tijdens de droogstand en vooral na het afkalven, dan heb je een tegenvallende melkproductie, of je hebt de koeien die heel erg in negatieve energiebalans zijn, waardoor je last hebt van ketose. Werkt de spierfunctie niet goed genoeg, heb je last van onvoldoende pens- en darmwerking, en heb je het risico op lepmaagproblemen. Zit ook een probleem met als de spierfunctie niet goed genoeg werkt, is dat de baarmoeder niet goed samentrekt, je hebt last van het afkalven, nageboorte blijft eraan staan, je hebt last van grote witvuilen. Ook een gevolg van onvoldoende spierfunctie is het samenstrekken van de slotgaten werkt niet goed, hoog celgetal en mastitis. En als dat nog niet genoeg is, je hebt een verminderde weerstand, minder witte bloedcellen, weer nageboortes, vuilende koeien, mastitis, verminderde vruchtbaarheid. Eigenlijk echt, je valt van het een in het ander als de droogstand niet goed is. Daarom is dat eigenlijk toch wel de belangrijkste fase van lactatie, is de droogstand. Absoluut. We beginnen met een vraag, een poll. Die krijgen jullie ook in beeld te zien. En jullie kunnen zo meteen kiezen wat volgens jullie het juiste antwoord is. En de vraag is, hoeveel procent van de gezondheid in de lactatie wordt bepaald gedurende de droogstand? We zullen even wachten wat jullie meeste antwoorden zijn. Mark, heb jij een gevoel bij wat het zou moeten zijn? Ja, ik weet dat het heel hoog is, man. Echt heel hoog.
Dus ik weet niet of er al de antwoorden allemaal al binnen zijn, maar ik zou toch gaan voor 95%. Oké. Dat is echt extreem hoog. Ja, tot nog toe zijn weinig mensen met je eens, Mark. Ja. Maar dat is wel vaker zo het geval binnen ja, ons team natuurlijk. Ja, dat kan gebeuren, maar dat maakt niet uit. Je bent wel heel ervaren, hebben we al gezien met ja, je leeftijd. Ja, ik ben wel de oudste hier. Dus, ja. En maar ik moet dan, zie je dat? Het wordt er steeds meer. Ja, ik begin een beetje te schuiven, maar nog steeds de meeste niet. Nou, dat komt goed, maar misschien goed om de vraag te beantwoorden, Matt. Ja, we zijn er redelijk wat antwoorden binnen. Ik zie af en toe, wij zien hier op het scherm bij ons staan wat jullie antwoorden zijn. Dus we weten ongeveer hoeveel mensen geantwoord hebben en wat de meeste antwoorden zijn. Ja, de meeste gaan voor 75%, hè? Ja. 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 Dus ik zou zeggen, het juiste antwoord. Tot het op. Volgens Wageningen Universiteit, toch wel de leider in de universiteit op het gebied van landbouw in de wereld, wordt de gezondheid en lactatie van de koe voor 95% bepaald door het management en de voeding tijdens de droogstand. Dus dat was toch in onze ogen ook het juiste antwoord. En op de droogstand is de meeste bedrijven de zwakste schakel in het management. Ja, dat is ook een uitspraak van Wageningen. Ook een uitspraak van Wageningen. Ja. Hoe zie je dat in de praktijk, Mark? Ja, het is wel vaker, er wordt altijd gepraat over melkgevende koeien, en het melkgevende rantsoen. Daar is ook de meeste aandacht voor. Er wordt ook meteen opgemerkt als het minder gaat, want dan geven ze wat minder of de gehalte fluctueren. Ja. Of het ureum is een keer te hoog. Maar ja, de droogstand, je weet eigenlijk pas na 6 weken wat je hebt gedaan. Dus als er iets misgaat en je hebt ineens veel koeien aan het bord blijven staan, dan is dat eigenlijk begin droogstand al gebeurd. Dus ja, het is wel zo dat daar minder aandacht is. Ja. En dat zal ik ook even zo meteen nog terugkomen. Want wat speelt er veel bedrijven? We hebben hier gezegd, de groei van de bedrijven. Dat speelt echt de laatste jaren. En dan denken jullie misschien, ja, zo, de meeste bedrijven zijn de laatste jaren niet heel veel gegroeid in aantal koeien. Want door de fosfaatwetgeving, fosfaatrechten. Maar wel, wat we in de praktijk zien gebeuren, is dat er minder tijd per koe is. Vroeger was het toch wel meer mansbedrijven, man, vrouw, vader, zoon. Terwijl de laatste jaren toch vaak zien dat of het zijn eenmansbedrijven, of er wordt met vreemde arbeid gewerkt. En vreemde arbeid, dat werkt heel fijn, heel goed. Alleen die zijn vaak andere uren op het bedrijf als wanneer je het zelf doet of wanneer de familieleden doen. Bijvoorbeeld die werken van 's morgens 6 tot 's middags 2. En van 's middags 2 tot 's morgens 6 moet je het allemaal, de ondernemer, het zelf doen. En daardoor is er gewoon ook minder individuele aandacht voor de koeien. We zien het ook wel een productiestijging. Dat zie je ook in de NPR-cijfers van CRV. Productiestijging, het hoeft geen nadelige gevolgen te hebben voor de gezondheid van de koeien. Maar een uitspraak die wel vaak in het team te horen is. Ja, droogstand is eigenlijk een trainingskamp voor de lactatie. Als je de topsporters hebt, die moeten ook gewoon op trainingskamp voor de Olympische Spelen. En gaan zich helemaal focussen om daar op dat moment een topprestatie neer te zetten. En vaak is dit trainingskamp bepalend of op een wielrenner de Tour de France of Tom Dumoulin goed fietst, bepaalt hij een hoogtestage in de bergen. En niet pas als hij de Tour de France begint. Dan ben je echt te laat. Correct. Ook zie je soms dat de tussenkalftijd oploopt. Ja, en daarom zeggen wij ook, de droogstand begint einde lactatie. Zullen we straks nog kort noemen. Want vette koeien zijn probleemkoeien. En wanneer ontstaan de vette koeien? Dat is vaak toch de tweede helft van de lactatie. En een vraag die veel speelt, waar wij ook op terug zullen komen nog. Wil je 1 of 2 groepen droogstand? Dat is een beetje een vraag die op de meeste bedrijven wel een keer ter discussie komt. Er is niet 1 antwoord op, zo hoog al wat zeggen. Maar vaak ben je dan wel meer beperkend door de omstandigheden op het bedrijf. Maar het is wel een belangrijke vraag. Zullen we direct aan jullie vragen. Wat is volgens jullie, hoeveel groepen rantsoenen zijn ideaal tijdens de droogstand? Is dat 1 groep met 1 rantsoen? 2 groepen 2 rantsoenen? 1 groep en een kraakverbox? Of 2 groepen en ook eigenlijk ook 2 rantsoenen, maar 1 helft krijgt dan het droogstandsrantsoen en 1 groep krijgt het melkveerantsoen. Geef alsjeblieft antwoord op de stelling en dan kunnen wij zien, komen wij zo meteen terug wat volgens ons het beste antwoord is. Er gebeurt wat. Ja. Er is wel redelijk wat spreiding in de antwoorden al. Ja, er zit veel spreiding in. Degene waar wij voor gaan, zien we nog niet zo extreem. Alhoewel, ik kom nu op. Jawel. Ja, ja. Ja, het gaat goed komen. En mochten wij zeggen als onze teamleider een fout antwoord gaf? Ja, dat mag toch wel. Ja? Ja, ja, ja.
Lammert Veenhuizen geeft nu het foute antwoord op deze vraag. Helaas, Lammert, je bent blijkbaar goed in andere dingen dan melkvee, rantsoenen maken. Ja. Hij is meer een people manager. Hè? Ja, zo zullen we het maar noemen dan. Hè? Ja. Misschien kunnen we wel kort zo'n vraag gesteld, Mark, over dit soort hier. Want het hoort wel een beetje bij op voorhand. De heer Van Kalis heeft gevraagd: var of restvoer van de melkgevende koeien? Doe of doent en waarom? Zullen we het zo meteen behandelen als wij ons ideale antwoord hebben gegeven? Ja, is goed. Ik denk dat iedereen wel gestemd heeft, zo te zien. Ja. Dus. Ja. Mark. Nou ja, het goede antwoord is één groep en een kraftfoodbox. Dat is de waarom? Ideale. Ligt er eens toe? Twee groepen heeft niet de voorkeur vanwege het wisselen van de groepen. Een stressmoment, kleinere groep, ja, minder beweging. Minder beweging, hè, want je zit er vaak, hebben ze al minder ruimte. En als er dan ook geen hek tussen zit, kunnen ze helemaal niet meer lopen. Dus dan is het omdraaien, eten, omdraaien, liggen. En beweging is super belangrijk om straks nog even op terug om voor de kalfziekte te voorkomen. Ja. Dus daarom één groep. Ook komen er dan vaak wat vaasjes tussen. Die zijn wat actiever. Die houden die oudjes een beetje aan de gang. Dus dat is ook lekker ervoor. Ja. En dan de kraftvoerbox kan je mee sturen voor de tweede helft van de droogstand. Ja. Om dat een beetje energie extra toe te voegen. Want rond het kalven gaan ze toch minder eten. Ja. Maar dan zeg je eigenlijk, indirect heb je indirect ook een antwoord. Waarom dan niet het restvoer van de melkgevende koeien? Want dat is eigenlijk ook geen droogstand. Of noem je dat een droogstandsrantsoen? Of wil je straks even op terugkomen? Nee, ik wil er best nu even wat van zeggen. Kijk, de restvoer, je weet niet hoeveel je hebt elke dag aan restvoer. Dus elke dag zal het variëren. Het wil ook niet zeggen dat het restvoer precies is wat je hebt gevoerd. Kan, koeien hebben heel de dag tijd, kunnen goed selecteren. Ja. Dus als er geselecteerd is, dan is het vaak het lekkerste en het beste eruit. En dus weet je niet wat je aan je droomkoeien hoort. Op dat moment ben je dus eigenlijk niet goed het voeren. Plus vaak is het energie en eiwitrijk als het van de melkvee afkomt. En daar komt straks ook nog een keer op terug is. Als je in het begin van je droogstand te ruim voert, te energierijk, dan heb je een verminderde voeropname rond het kalven en begin lactatie. Oh ja. En dan creëer je zelf al de slepende melkziekte en kalfziekte. Ja. Hey, we hebben even een vraag zojuist binnengekregen. Op zich een hele goede vraag, want je zegt één groep, moet je dan alle koeien op het stro zetten? Want veel mensen laten het ook afkalven in een strohok. En heb je eigenlijk of alle koeien op het stro of één of toch twee groepen. Hoe zie je dat dan? Dat maakt het weer een beetje tricky, want dan kun je zeggen, ja, eigenlijk heb je dan wel nog een groep extra. Maar anders heb je groep. Dan heb je er eigenlijk drie. Kijk, de grote groep, de grootste tijd, is gewoon in dezelfde groep. Het rantsoen blijft wel hetzelfde, maar het ideale beeld is als de pootjes eruit komen. Je zet de pootjes, je zet ze in het strohok en je laat ze kalven. Dat is de minste stress en het is het beste voor het dier en voor het kalf. Mm-hmm. Dus, maar stel, je bent wat minder vaak in die groep en je bent er bang voor dat ze een keer op troosters toch kalven. Dan is het 2 weken voor de verwachte kalfdatum op het strohok. 2 weken al? Ja, om toch te zorgen dat ze die stressperiode gehad hebben voordat de opname dit plaatsvindt. Ja. Maar stress is eigenlijk niet gewenst in de droogstand. Oké, nee, dat is duidelijk. Dit was het stukje wat ik met jullie wil behandelen. Mark gaat nu verder. Alsjeblieft, Mark. Dankjewel, Matt. Nou, wat willen we bereiken in de droogstand? We willen een ideale opstart van koe en kalf. Hoe gaan we dat doen? Maximale droogstofopname. Ik zei net in de vorige slide, we willen niet te veel energieopname in het begin van de droogstand. Maar we willen wel de maximale droge stofopname. Dus dat betekent dat we heel schaal moeten vervoeren. Stel, de dieren eten meer dan verwacht. Dan kan het toch zijn dat ze met bijvoorbeeld 800 fem per kilo droge stof toch over die 10.500 fem heen gaan. En dat is dan ook weer niet wenselijk. Dan moeten we het nog verder verschalen. Die 10.500 is ongeveer wel de grens die je aan moet houden. Anders worden ze lui. Dan eten ze dus te weinig. Net voor het kalven en na het kalven. En dan levert dat probleem op. We willen wel een maximale droge stofopname, maar met niet te veel energie erin op dat moment. Minimale negatieve energiebalans willen we na het kalven. Nou, dat betekent dat we in het begin goed moeten laten eten, maar met niet te veel energie. En dus eigenlijk maximale droge stofopname tijdens de droogstand, om zoveel mogelijk droge stof op te nemen na het kalven en daardoor een zo klein mogelijk negatieve energiebalans. Dat klopt, correct. Ja. Je hebt het goed verwoord, Matt. Heel goed. Goede aanvulling. Een gezond kalf willen we. Dus we moeten ook zorgen voor voldoende vitamine, mineralen en eiwit. Als we te weinig eiwit voeren of draait niet goed in de pens door bijvoorbeeld een negatieve OB,
Dan hebben we dus ook een minder gezond kalf. En we hebben allerlei stakproblemen bij de melkkoeien. Dus dat willen we niet. We willen natuurlijk het herstel van het uiweefsel. Dus daarom die 6 weken. Dat is volgens het Waaidraai-project de beste lengte voor de droogstand. En een optimaliseren van de penswerking en de gezondheid. Dus we willen wel ook daar wat voldoende, of we voldoende suiker erin hebben, wat zetmeel erin hebben. Maar dat bijt eigenlijk met die niet te veel energie. Want VEM, als je zetmeel en suiker erin stopt, krijg je natuurlijk weer met je VEM in de problemen. Dus dat is een balans, daar moeten we in zoeken. En er zal op elk bedrijf een beetje, we spelen samen met, ja, wat verkuilen ze. Met je bijvoorbeeld veel VEM en veel eiwit of juist niet. En ja, wat mais erbij voor het zetmeel erbij te doen. Je wilt ook niet dat ze, ja, als paarden schijten, zeg maar, zo vast. Dat willen we ook niet. Dus het moet er wel een beetje erin gaan. Ja. Dus je moet er wel iets energie in stoppen, maar niet te veel. Ook voor die gezondheid. Ook naar de verkeerde kant op. Preventie van kalfziekte en slepende melkziekte. Dus we willen die opname hebben, die maximale opname. Maar we willen niet te veel calcium erin hebben. Dus we moeten calcium aanvoeren. We willen de kali laag houden. Daar kom ik daar nog allemaal op terug. En voldoende magnesium en zo erin. Maar het staat en valt met die droge stofopname. En een optimale basis voor een goede en vruchtbare lactatie. Dat betekent dat er geen kalfziekte moet zijn. Want dan gaan we dus al de fout in met een goede lactatie. Dan zullen ze wat minder geven. De vruchtbaarheid zal eronder lijden. En ook slepende melkziekte is dat niet gewenst. Nou was er volgens mij ook al een vraag over het droogzetten die van tevoren was gesteld. Dus die gaan we nu meteen mee beantwoorden. Of loop ik al vooruit nu, man? Nee. Dat was de vraag van Kees Kouwenberg. Ik ben blij met hoogproductieve persistente koeien. Hoe zet je het best droog? Ja, nou, dus dan gaan we dadelijk met een droogzetrantsoen werken. En met melken gaan we wat dingen aanpassen. En die komen we op de volgende slides. Gaan we daarmee verder. Nou, je moet droogzetten met een grote... Of ja, met droogzetten heb je veel stress gebeuren. We zeiden juist, we willen niet te veel stress hebben. Nee. Want dat is allemaal slecht voor de weerstand en voor allerlei andere dingen. Dus maar met droogzetten heb je sowieso al stress door het dier, door de grote druk op de uier. Een compleet ander rantsoen. Hè? Je moet helemaal omschakelen, die pens moet omschakelen. En we willen in een rantsoen juist wel zorgen voor dat de penspapillen overeind blijven, maar dat eigenlijk de energie en eiwit wat onderuit gaat. Er is verandering van groep, dat geeft stress. Vaak minder aandacht, ze komen op een andere plek te staan. Meestal niet vooraan in de stal, dus dat is dan ook wel lastig. Ze hebben minder ruimte, dat is eigenlijk juist niet gewenst, want ze moeten heel veel ruimte hebben. Ze moeten kunnen bewegen. Beweging is minder kalfziekte. En soms hebben ze per koe misschien wel meer ruimte als ze minder goed zijn, maar ze kunnen wel minder meters afleggen. Minder meters afleggen, ja. Ja. Kijk, en ook bijvoorbeeld als het een U is, hè, een doodlopend stuk, dat is niet gewenst voor de vaarzitter, er is geen vluchtweg. En ja, zoals ik laatst dan zag, er was een ruimte, dat was een klein stukje, en er stond tegen de muur stond de waterbak, stond de dominante koe voor de waterbak. En de vaarsje wilde ik drinken, maar ik kon er niet bij. Geen wateropname, dus geen voeropname. Nee. Dus ook dat moet goed in orde zijn. Ja. En het comfort natuurlijk, het lichtcomfort is ook uitermate belangrijk voor die dieren. Ja, het is toch, zwangere vrouwen willen ook graag iets lekkers te eten en iets goeds. En dat moet ook allemaal verwend worden en gedaan worden. Dus ook bij die koeien, die zijn dragend, moet ook het comfort voldoende zijn. Ja. Nou, als je dan kijkt naar welke probleemgebieden er zijn, is natuurlijk die weerstand en het immuunapparaat, wordt door allerlei stressfactoren en andere zaken wordt dat aangetast. Dieren, het kalfje vraagt steeds meer, noem het dan maar op. Energiehuishouding is van belang hier, om te zorgen dat we wel voldoende voeren aan zetmeel en suiker, maar niet te veel energie. Wel eiwitten voldoende bij, dus rond die 130, 140 gram eiwit. En we moeten proberen de voeropnamedip te voorkomen rond het kalven. Als we dat kunnen bewerkstelligen, dan zijn we al over de helft. En dan hebben de normen eigenlijk minder, zijn dan minder van belang. Als ze maar blijven vreten. Nou, beweging is ideaal. En dan heb ik hier een mooi fotootje van een stapmolen neergezet. Ja, dat staat misschien gek op een melkveebedrijf. En mijn vriendin zou graag thuis spelen, maar dat is veel te duur voor de 2 paarden. Hè? Ja, 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 maar als je nou een koeien zou houden, Mat. Dan, ja, dan is ook er wel in willen investeren. Ja. Ja. Maar nu, deze heb ik er even bij gezet, vanwege er is een proef geweest met dieren die de helft van de dieren gingen ze laten lopen. Ja. Een x afstand per dag, ik geloof 5 kilometer per dag. En de andere deden ze dat niet en die hadden significant minder kalfziekte dan de dieren die minder beweging hadden gehad. Ja. Dus ze geintje om de stapmolen even neer te zetten, maar daar hebben ze gewoon met de stapmolen gedaan. Ja. Om die dieren dan die afstand te laten lopen. Ja. Dus beweging is uitermate belangrijk. Mineralen, er moeten voldoende mineralen in, niet te veel, dat is ook niet goed. En je kan met mineralen ook eventueel kiezen voor bepaalde stofjes, voor de leverondersteuning, voor de pensondersteuning, noem het allemaal maar op, om weerstandondersteuning,
om daar te zorgen dat die koeien maximaal start maken in beginlactatie. Nou, het rooster rantsoenadvies dan. Even vanuitgaande dat er ook nog eiwitkern wordt gevoerd, of op de robot of op de kraftvoerbox. Dan is het 21 dagen voor het droogzetten, tot 14 dagen voor het droogzetten, bouw je de productiebrok af tot nul. Als ze die nog krijgen, dus dieren die heel veel geven. Dan haal je de eiwitkern eraf, of de eiwit eraf, de 14 dagen tot 7 dagen voor het kalven en nul. En dan 7 dagen voor de droogzetdatum, gaan we op een droogzetrantsoen. En een droogzetrantsoen zou dan ongeveer die 780, 820 vet moeten bevatten. 120 tot 140 ruiwit om die pens goed aan de gang te houden. Als we dat niet doen, dan gaan die penspapillen leiden. Ja, niet te veel zetmeel, suiker erin, om wel eventjes een beetje de boel op te drogen. Wel mineralen en uiteraard heel erg belangrijk, wel water ter beschikking stellen. Want water is essentieel voor die dieren om de gezondheid op peil te houden. Mark, even tussendoor. We kregen een vraag binnen over dat derde punt van 7 dagen voor tot 0 dagen een overstap naar een droogzetrantsoen. Ja. Ja, die schrijft met een melkrobot, een separatiehek, separatievak, is dat wel praktisch te doen, wellicht. Hoe doe je dat met een melkstal? Ja, met een melkstal dan moet je eigenlijk erop letten, als je niet te veel koeien hebt, dan wordt dat heel lastig. Dus misschien moet je ervoor gaan kiezen om sommige dieren 7 weken droog te zetten en dan eens in de 2 weken maar droog gaan zetten. Dus dat je een wat grotere groep dieren hebt. Die zou ik dan als laatste melken en proberen ergens in de buurt van de melkstal een apart stuk te hebben waar ze dus opgesloten zitten en daar een ander rantsoen krijgen dan de rest van de koeien. Ja. Let wel op, die dieren zijn meestal heel gewillig op ander voer zien te krijgen. Dus als ze langs een voerrek moeten, dan zou het ideaalbeeld nog zijn dat hij zelfs dicht staat als ze er langs komen. Anders heb je kans dat ze daar nog even snel wat kan bufferen. Ja. En dat is dan minder gewenst. Ja. Ik denk gewoon heel praktisch niet overal te passen. Wij moeten wel natuurlijk het meest ideale advies geven als adviseurs. Ja. Het past niet overal. Ik heb een paar bedrijven die het doen en de melk gaat er goed af. Ja, fijn. Ja. Nou, met melken kan je dan ook nog het een en ander doen. Dat is door Schot als Feed Research en Wageningen R getest. Daar hebben ze ook allerlei stressindicators gemeten en dan was dit de beste oplossing. Dus je gaat, als je met een robot zit, al 14 dagen voor de verwachte droogzet, dan moet je eigenlijk nog maar 2 keer daags melken. Dan nog maar 1 maal daags de laatste 4 dagen. En dan ga je volgens de 1, 2, 3 methode werken. Dat betekent hier is even de zondag als begindag genomen, dan mag je ook een andere dag doen. Maar op zondag melk je ze gewoon nog. Op maandag, dan staat het eentje, sla je 1 keer over melken. Dan melk je hem ze s'avonds bijvoorbeeld. En dan doe je op dinsdag, sla je 2 keer over. Dan doe je woensdagochtend melk, sla je 3 keer melk over. En dan is het op de vrijdag, als je op zondag begonnen bent, melken en meteen droog zetten. En als je die methode, die slide hiervoor gebruikt, met het droogzet rantsoen en dit, dan gaat de melk er wel af. Ja. Frank Maas vraagt, wat het advies bij robotmelken? Ik denk dat jij dat nu net wel behandeld hebt. Frank, als het niet zo is, dan horen wij het graag van jou. Teun Boom vraagt, kun je deze niet het beste als eerste melken in combinatie met kruisbesmetting? Wanneer je deze ook 1 keer per dag of 1 keer per 2 dagen melkt? Ja, ik snap de vraag niet helemaal. Ik zou eerder zeggen, als laatste melken met kruisbesmetting. Ja, als ik zo even zo vlug hoor, Teun, dan zou ik zeggen inderdaad als laatste. Maar kun je deze niet het beste als eerste melken in combinatie met kruisbesmetting? Nee, ik zou inderdaad zeggen, als je het bang bent voor kruisbesmetting, voor misschien al iets mastitis of vlokjes in de melk, dan kun je ze best als laatste melken. En daarna wordt de melkmachine gereinigd. Ja, dat zou ik ook zeggen. Of het moet zijn dat er onder je koppel iets zit, wat misschien dan die droge dieren zou kunnen besmetten. Maar anders zou ik ze gewoon als laatste melken. Omdat je, als je dit gaat doen en je gaat dus af en toe overslaan, zou het kunnen dat er een dier tussen zit wat misschien wat moeilijkheden heeft met het opdrogen. Ja. Dus daarom zou ik ze als laatste melken. Ja. Beste Teun, als we het verkeerd begrepen hebben gevraagd, dan horen we het graag van jou. Stuur maar een appje, Teun. Maar risicofactoren uit de praktijk, dan nog even. Dus sommige dingen zijn al een keer genoemd. Hè. Te veel VEM, begin droogstand. Dat geeft dan te weinig voeropname rond het kalven, na het kalven. En daardoor kans op een calciumtekort. Dan gaan er ook wel eens dieren naar de grond die dan ook slecht reageren op infusen. Ja. Mark, we hadden vooraf een vraag binnengekregen van de heer Van de Ven. Hoe herken herstel, voorkom ik fosfortekort? Ik denk dat die vraag eigenlijk hier goed bij past. Te weinig voeropname. Vaak is dat te weinig voeropname. Rond het moment van kalven.
of al iets verder ervoor. Stel, ze zijn rijkelijk gevoerd begin droogstand, dan is het, ja, ik heb het plaatje neergezet omdat we natuurlijk maar 3 kwartier de tijd hadden, ja. Maar er zijn wel plaatjes van onderzoeken van. Dan zie je soms als ze dan wel al dag 4, 5 voor de verwachte kalfdatum al, of voor de kalfdatum, de voeropname flink dipt en een hele diepe dip neemt. Maar dan nemen ze dus ook op dat moment minder calcium, minder fosfor, minder magnesium, noem dat maar op. En dan kan het wel eens een tijdelijk fosfortekort ontstaan. Of ja, en dat is dan ja, puur door de voeropname. Ja, daar wil ik van de theorie wel ook op reageren dan. Een fosfor die plat kan met het Downer-syndroom, noemen ze wel eens een fosfortekort. Die reageren wel op een fosforinfuus, calcium-fosforinfuus. Maar je lost het bijna nooit op door het fosforgehalte in het droogstand te verhogen. Het probleem zit omdat bijna altijd dat de pens onvoldoende heeft gedraaid, dat ze gewoon te weinig voer opnemen, waardoor dat de oorzaak is van een te laag fosforopname. Dus als je dan als je bijvoorbeeld een kilo droge stof te weinig opneemt, neem je bijvoorbeeld 3,5 gram fosfor te weinig op. Ja. Als je het hele droogstand 1/10 de fosfor verhoogt, van dus 0,1, en ze eten 12, 13 kilo droge stof, dan breng je maar 1,3 gram fosfor extra. Terwijl ze met een kilo droge stof minder opname, gewoon 3,5 gram minder eten. Dus ja, je moet echt naar die voeropname kijken als je downer koeien hebt. Ja, dan moet je terugkijken naar wat is er gebeurd. En misschien is het een vette koe. Ja. Want een vette koe die is ook al erger met de voeropname rond het kalven dan een fitte koe. Dus daar zou het ook nog op kunnen zitten. Dat het een wat dikkere koe is die wat slecht gegeten heeft. Maar dan moet je altijd terugredeneren wat is er gebeurd 6 weken eerder. 5 weken eerder en dan terugkijken of dat je de oplossing kan vinden. Te weinig magnesium voeren. Nou, kalium verdrinkt magnesium. Magnesium is ook van belang voor de calciumhuishouding en voor het onttrekken van het calcium uit de botten. Dus daar is wel belangrijk dat er voldoende magnesium in gaat. Ja. En het helpt wel eens om gewoon wat extra magnesium te voeren om net dat tikkeltje minder kalfziekte te krijgen. Een te hoge cation-anionenbalans, oftewel te hoge kali, is daar dan vaak het gebeuren als je te veel kali voert. Dan heb je het ook cation-anionenbalans. Dan komt het calciumantagonisme, dus het onttrekken van calcium uit de botten, al stil te liggen. Of te veel stil te liggen in de droogstand. En dan kun je daar de hand niet snel genoeg opschakelen. Of ja, de koeien dan niet. Daar heb ik daar ook nog een plaatje van. Om dan het tekort op te lossen. En dan krijg je dus kalfziekte. En dan op cation-anionenbalans kan je sturen. Daar komen we straks eventjes op terug. Te veel calcium en fosfor. In het algeheel, als je heel veel calcium voert, bijvoorbeeld 6, 7 calcium, dan kan het alles fout zijn of 4,5 fosfor per kilo droge stof. Dan kan het ook zijn dat je daardoor dus al kalfziekte creëert zelf. Wat bedoel je met de opmerking zelfs bij anionische zouten? Nou kijk, als je gaat sturen op de cation-anionenbalans, dan moet je opletten met hoeveel calcium je bij gaat voeren. Of dat je niet te weinig calcium krijgt. Maar dan moet je altijd kijken hoeveel calcium er in het rantsoen zit. Dus het is niet zo als je anionische zout hebt dat je dan meteen calcium bij moet gaan voeren als er al genoeg calcium in zit. Ja. En daar straks doen we nog even over de urine, maar anders wou ik daar nog wel iets over zeggen. Maar dus op het moment dat je dus al veel calcium erin hebt zitten, hoef je niet extra calcium toe te voegen bij je anionische zout. Ja. Maar dan zit er eigenlijk al te veel in de basis. Ja. Nou, meer dan 8 liter biesten. Veel biesten is calciumverlies naar de biest. Dat is een gegeven. En te vroeg geven van afkalfbonussen. Maak nog wel eens mee dat mensen net voor het kalf al, als ze denken dat de koe het kalf al bonussen inschieten, om alvast voor te zijn. Maar als ze dan nog net een dag of twee doorlopen, dan tegen dat het calciumantagonisme stil gaat liggen, dus het onttrekken van het calcium uit de botten. En dan heb je alsnog kalfziekte daarna. Dus dat is niet gewenst. Droogkoeien die dus mee eten bij de melkkoeien, of de laatste dagen rantsoen van de melkkoeien krijgen gevoerd, wat niet gewenst is. Want daar zit gewoon heel veel calcium in. En veel energie. Dus dan creëer je eigenlijk alweer de problemen na het kalven. Hier wil ik even die vraag, nog een vraagje van Thijs Kappel. Die sluit er een beetje bij aan. Restvoer van melkkoeien en aanvullen met stro, is dat een goed droogstandsrantsoen? Vanuit de theorie zou ik kunnen zeggen, je moet in principe wel, als je genoeg verdunt qua energie en eiwit, en afhankelijk van hoeveel mineralen die al in de melk heeft, in het rantsoen zit, of als je veel, afhankelijk van je melkveerantsoen. Als je daar heel veel mineralen in stopt, en sommige stoppen er nog eens extra krijt in meer dan eigenlijk nodig is. Ja, of een FDMR-rantsoen kan het te veel zijn. Dan kan het te veel zijn. Ondanks dat je dan stro erin doet, want dan ga je terugkijken naar je energie.
Dus je brengt je energie ver genoeg terug met stroom. En dan kan toch nog het calcium. Ja, of togen. Misschien zelfs het fosfor als je ligt op bepaalde B-producten. Ja, ja, dat zou nog kunnen, ja. Ja, dat zou inderdaad nog kunnen. Dus liever niet. Nee. Overigens, als het goed gaat, gaat het goed. Ja. Maar liever niet. Nou, hebben we nog een vraag. Daar wilden we graag jullie antwoorden weer zien voordat we ze gaan beantwoorden. Wat is het belangrijkste aan een droogstandsrantsoen? Voldoende structuur, smakelijk, hoge energie of additieven toevoegen? Kan je misschien iets vertellen over wat voor additieven je kan toevoegen, ja. Matt? Zo even een paar. Ja, je hebt een hele waslijst aan additieven. Je kan levende gisten toevoegen. Je kan leverondersteuners toevoegen. Wat heb ik nog meer? Je kan allerlei bolussen werken. Heel bekend door de Keckstone bolus, die met de dierenarts vaak wordt besproken. Maar vaak zijn additieven wel ondersteuners, maar het zijn niet de probleemoplossers. Nee. Dus eigenlijk heb ik nu mijn antwoord al gegeven, denk ik, stiekem. Maar ja, nee, het gaat toch. Ja, mensen hadden al heel veel antwoorden gegeven. Ja, maar niemand heeft gekozen voor additieven, want dat zijn echt eigenlijk probleemoplossers. Je pakt het niet bij de probleem niet bij de oorzaak aan. Nee, als er iets is, moet je eigenlijk eerst kijken wat is er aan de hand. En ligt het ergens anders aan voordat je dure additieven kosten altijd wat extra. Ja. Voordat je die gaat toevoegen. Ja. Ik kan wel, Frank Maas staat aan een vraag. Houden jullie rekening met de brikswaarde van de biest? Daar kunnen additieven soms wel invloed op hebben. Ja. Maar vaak kijk je dan toch eerst naar de basis. Naar het ruwvoer en het krachtvoer en de voeropname. Ja. Als je brikswaarde te laag is, dan zou het kunnen. Moet je kijken of er wel voldoende eiwit gevoerd wordt bijvoorbeeld. Maar dan kwaliteits eiwit. Hè? Ja. Dus dan praten we over aminezuren. Die daar belangrijk in zijn. Ja. Voor de kwaliteit van de biest. En het moet ook niet te veel zijn, want dat verdunt dan ook nog de biest. Maar sommige additieven die hebben bewezen effect dat ze de brikswaarde zouden verhogen. Dus dat kan het wel een rol spelen. Maar de basis moet gewoon goed zijn. Ja, absoluut. Nou ja, goed, de meesten hadden goed geantwoord. 67% die koos voor smakelijk. En ja, dat is het eigenlijk gewoon. Hè, want we hadden al een paar keer gezegd, voeropname. Ja. Dus ja, als het niet smakelijk is, heb je ook geen voeropname. En maar de eerste, kort, voldoende structuur. Ja, die is ook wel belangrijk. Hè? Die foutmaker wil zeggen, ja, er moet genoeg structuur in. Maar het allerbelangrijkste is smakelijk. Dus als je dan zegt structuur, dan ja, ik kies eigenlijk altijd voor gehakseld Spaans stro. Omdat het kort is en smakelijk. Dat is bijna altijd een goede opname van. En dan is er ook, als het kort is, ook minder selectie. Want selectie is natuurlijk, daar komen we op terug, is een hele belangrijke. Ja, ja. Je kan wel heel veel berekenen, maar het moet wel ook zo opgenomen niveau worden. Ja, absoluut, absoluut. Nou, de rantsoenkenmerken, want dat is ook belangrijk. Wel, ja, staat er nogmaals, smakelijk. Ja. Ja, daar blijven we op terugkomen. Goed gemengd, dus er mag eigenlijk ook geen selectie plaatsvinden. Dus ook hier zou, of moet gewoon water bij. En zeker als het twee dagen gevoerd wordt, wat niet gewenst is. Maar wel ooit praktisch noodzakelijk, hè? Ja. Vanwege de grootte van de groep. Ja. Dan is het zo dat je dus moet zorgen dat ze niet kunnen selecteren. Als ze bijvoorbeeld de twee dagen bijna alleen maar stroom moeten eten. Dan gaat het in qua penskenmerken te veel op en neer en dan creëer je zelf alle problemen. Dat is misschien ook de reden dat je net noemde gehakseld stro. Ja. Want het is natuurlijk wel duurder gehakseld stro, maar als je gewoon lang stro voert en ze eten de ene dag het gras en de maïs en de tweede dag het stro, ja, dan voel je niet gemengd. Nee, en dan is het ook elke dag anders. Hè? Dus die pens die wordt iedere keer krijgt een tik en dat is niet wenselijk. Je ging net ook eigenlijk kort in op de vraag die Mark Vaassen heeft gesteld. Een voermanwagen heeft een capaciteit voor een koppel koeien. Droogstand is 10% van de koeien, waarvan 5% far-off en 5% close-up. Hoe meng je een rantsoen voor deze kleine groepen? Het moet wel praktisch blijven. Ja. Eigenlijk hebben we net al gezegd, wij willen 1 rantsoen, dus je mengt voor minimaal 10% van de koeien. Ja. Maar als dan het aantal koeien wellicht toch te klein is in verhouding met jouw voermanwagen? In het ideaalbeeld elke dag gevers voeren. Maar stel dat het niet kan omdat de mengwagen dan te klein is, dan 2 maal daags, maar dan moet je er wel rekening mee houden. 1 maal per 2 dagen. Of 1 maal per 2, ja sorry, 1 maal per 2 dagen. Maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je dus in de zomer een zuurtje erbij doet. Om te zorgen dat de broeier niet komt. Ja, een broeiremmer. Ja. Ja. En er zijn verschillende broeiremmers in de markt. Wij maken gebruik van de Selco TMR. Ja. Wel belangrijk bij elke broeiremmer die je gebruikt is, het moet al niet met broeiende mengwagen gaan. Want dan kan je de broeiremmer in gooien wat je wil, maar dat werkt het niet. Het moet broeivrij de wagen in. En als je dan voldoende van je broeiremmer erbij doet, hou je ook aan de voorgeschreven dosering van de leverancier.
dan hou je het 2 dagen wel broeivrij, normaal, onder normale omstandigheden. Ik denk dat geen selectie dus belangrijker is als iedere dag voeren. Ja, correct. Dus dat is wel een goede, denk ik, in de gaten houden. Liever om de 2 dagen en goed gemengd dan iedere dag en selectie. Ja, ja, dat is inderdaad zo. Nou, laag in de VEM. We moeten wel een beetje doorgaan, anders halen we de tijd niet, Matt. 800 VEM per kilo droge stof, maximaal 10.500 VEM per dag. 130-140 ruw eiwit, voor voldoende eiwit voor de bieskwaliteit en de gezondheid van de kalf en van de koe erin. Ook voldoende zetmeel en suiker voor een goede pensontwikkeling en een penspapillenontwikkeling. Daarnaast een mooi fotootje van de penspapillen. Als je bijvoorbeeld te weinig suiker en zetmeel voert, dan krijg je te weinig vetzuurproductie. En dan krimpen de papillen. En na het kalven, zeg maar, als je een rantsoenwisseling doet, dan is uit onderzoek gebleken van afgelopen jaar in Frankrijk dat binnen 2 uur de bacteriën ongeveer op peil zijn, maar de penspapillen zijn er niet. Dus dan produceren die zowel de vetzuren, maar ze kunnen niet opgenomen worden. De penspapillen zijn er niet, dan krijg je pensverzuring. Ja. Dus dan creëren we zelf pensverzuring. Ja. Nou, voldoende fosfor en zwavel voor de pensbacteriën. In de koe. Een positieve OB, want als we geen stikstof eiwit voeren, kan de bacterie ook niet groeien. Een dode bacterie is het mooiste minzuurpatroon eiwit wat er is. Minder dan 18 kali, gram kali per kilo droge stof en voldoende vitamine mineralen in het rantsoen. Nou, nog even kort, wat is kalfziekte dan? Verhoogde behoefte aan calcium rond het kalven. Onder andere voor de bies, maar daarna voor de melk. Dus als je koe heel snel wil starten met melk geven, elke liter melk is er vast hoeveelheid calcium voor nodig. En dan is de behoefte is groter dan het aanbod op bloedniveau. En dat is kalfziekte eigenlijk, heel kort gezegd. En de overgang van passief naar actief calciummanagement in de koe, dat gaat niet goed. Hier zien we dan even een plaatje daarvan. Als je dan naar links kijkt, daar zie je dus bijvoorbeeld bij 30 staat die blokjes. Dat is eigenlijk wat er in het plasma, het bloedplasma zit. En de ronde blokjes is wat er nodig is. Dus hebben we gewoon te veel. Dat is het passieve. Als dat gat te groot is en we doen er niks aan, dan komt het calciumantagonisme, het onttrekken van calcium uit de botten, stil te liggen. En dan creëren we kalfziekte. Want daarna zie je dat de behoefte in het rantsoen, of eigenlijk van de koe, drastisch toeneemt na het kalven. En juist net het plasma neemt af en dan gaat de koe plat. Dus en als we dan de calciumantagonisme in de droogstand goed op peil houden, dan kan de motortje snel schakelen en dan gaan ze niet plat. Nou, kalfziekte, als je de adviezen voor de mineralen dan, calcium tussen de 2,5 en 5 gram per kilogram droogstof, maar maximaal 75 gram per dier per dag. Dan hou je het in de hand. Kali, maximaal 18 hadden we net al gezegd. Fosfor tussen de 2,8 en 4. Magnesium tussen 4 en 6 gram. Die zit al wat hoger. En 1000 IE aan vitamine E toegevoegd aan het rantsoen. Dus niet met het rantsoen, wat in het rantsoen zit erbij geteld, maar echt toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat er voldoende weerstand is en voor de nageboorte blijft staan. Dat dat gezegd is. En de cation en anionbalans willen we eigenlijk rond de 100 hebben. Stel nou, je doet hier allemaal voldoet eraan. Hè? Dus je hebt hier niet te veel calcium, je hebt je kali niet hoog. En de fosfor zit allemaal heel netjes, voldoet voldoende magnesium. En die cation en anionbalans zit ergens rond die 100-150. En toch heb je nog last van kalfziekte regelmatig, dan is er een optie om dan nog verder te gaan. Eigenlijk 2 opties. En dat betekent dat je gaat extra sturen op kalfziekte met anionische zouten. En de meest ideale oplossing om zo min mogelijk kalfziekte te krijgen, is verzuren. En dan ga je naar min 50 tot min 150 kap. Let op, dan moet er wel wekelijks bij meerdere koeien een pH-meting zijn. Ja. Van de urine. Ja, en nee. Beste mensen, als jullie niet weten hoe jullie urine moeten opwekken, onze hele buitendienst heeft daar een mooi foefje voor geleerd. Ja. Dus vraag eens een keer aan Rob, Ralf, Johan, Martin of Bram of gewoon aan Mark hoe je het beste de urine kunt opwekken. En ze hebben mooie stripjes hier op kantoor liggen, lakmoespapiertjes. Die doen jullie graag voor hoe je het de beste urine kunt opwekken. Ja, en dan is de pH tussen 6 en 7 is dan goed. En, maar ja, als je dat niet wil, hè, want zijn mensen zeggen, ja, maar ik ga niet elke keer het pH meten van de urine. Oké, dan is er een stap daartussen. En dan heb je minder kalfziekte als daarvoor, maar misschien nog wel af en toe eentje. En dus de kap naar 50 brengen. Ja. Dan ga je wel wat verzuren, maar niet heel erg extreem. En dan heb je geen pH-meting nodig. Ja. Nou, ik heb eigenlijk net misschien al een deel vragen, ja, volgens mij. Maar hoe hoog moet de pH van de urine zijn van de droogstaande koeien? Ja. Dus we is er een polletje. Willen ze graag zien. Nee, maar de antwoorden. Als je de
De kappen hadden te hoog is, hè? Ja. Hebt u het verschil, hoe kreeg je hem laag? Nou, vaak, je hebt de positieve en negatieve ionen. Dus de positieve zijn dan te hoog. Ja. En dan vaak als je gaat kijken in de rantsoen, dan zit je met je kali eigenlijk heel hoog. En eventueel is bijvoorbeeld chloor in het ruwvoer wat gebruikt wordt niet al te hoog. Dus dan heb je niet het zuurtje erin zitten. Maar vaak staan de kali te hoog of misschien zelfs calcium wel te hoog. Ja. Maar als dat te hoog is, hoe breng je het dan omlaag? Nou, dan zou ik eerst gaan proberen om de kali en de calcium omlaag te brengen. Ja. Voordat je andere ionische zouten gaat voeren. Want ja, je kan er wel weer iets bij stoppen. Maar je moet eigenlijk eerst kijken wat er beter kan. En dan pas iets extra's gaan toevoegen. Want het kost ook iedere keer weer extra geld. Ja. En werken. Ja. Dus, ik denk dat we in Nederland zijn met iedereen het antwoord geven. Dus 84% kiest voor 6,5. Is dat correct, Matt, of niet? Dat is een mooie gemiddelde. Ja. Ja, dat is ook iemand die ook fout had. Dus bij één, eigenlijk is het maar één fout antwoord. Ja, dat is de 4,5. Ja, 4,5 is fout. Als je dat doet, ik denk dat de koe dan ongeveer... Zullen we het even voor de uitleg het volgende plaatje erbij pakken? Nou, kijk. 4,5, dan zit je te scherp. Dan creëer je weer extra kalfziekte. Ja. Dus je moet eigenlijk niet onder die 5,5 komen. Nee. Dan komt het op neer. Nee. En als je niks doet, dan zit je ergens op die 7,5. Ja. Dus als je niks doet, kan 7,5 een goede uitslag zijn. Ja. Als je licht verzuurt, dan zou je verwachten dat je rond die 6,5-7 zit. Ja. En als je echt verzuurt, dan gaan we naar... Ja, rond die 6, 5,5-6. 5,5-6. Dat is bijvoorbeeld het product... Maar als je een verzuur bent, bijvoorbeeld Animate, van een smaak dat een zout is, en je meet dan toch een pH van 7,5, dan zit je fout. Ja. Maar als je zegt, ik doe niks, en ik meet dan een pH van 5,5, dan zit je wel fout, want dan heb je te weinig calcium. Ja. Want het rantsoen is wel, je moet wel je rantsoen afstemmen op de manier die je wil. Wil je verzuren, wil je half verzuren of wil je niet verzuren, daar is wel het calciumgehalte van afhankelijk in het rantsoen. Dus eigenlijk moet je... de pH. Ja, ja en de pH van de urine en de calcium. Ja, bij woorden calciumgehalte wat nodig is. Ja, dus dit was even een beetje tricky, maar er waren drie goede antwoorden. Want het ligt eraan wat je doet in je droogstand. Ja. Ja. Maar dus, let op, als je verzuurt... En je gaat echt verzuren naar die 150 min, dan moet er wel echt per jaar. Het laagste risico op subklinische melkziekte, dat is gewoon bewezen. Er zijn heel veel onderzoeken van Animate en ook andere producten. Maar dat vereist wel de meeste tijdinvestering van de ondernemer. Ja, vooraf. Maar achteraf heb je minder omdat je geen kalfziekte hebt. Ja, klopt. Nou, aandachtspunten dan nog kort. Voor de droogstand, een overmatige conditie is niet gewenst, maar ooit. Stel er is wat gebeurd in de eindlactatie of gedurende de lactatie, waardoor die wat vroeg opgedroogd is, of er is te weinig eiwit gevoerd, dan kunnen ze de conditie toenemen. Dan heb je de verminderde voeropname rond kalf heb je dan extra, dus die zou extra gesteund moeten worden dan. Je hebt kans op leververvetting, daar kan je dan wel een dingetje voor voeren, maar als dat individuele koe is dat lastig, dan moet je alles uitvoeren. Het gevolg daarvan is de verminderde vruchtbaarheid later weer, met als gevolg dat je waarschijnlijk weer een te vette koe krijgt. Enzovoorts. Dan blijft het lopen. Ja, de gateway disease, hè? Ja, de gateway disease, ja. En meer kans op stofwisselingsziekte heb je daar ook mee. Nou, kalfziekte. Dieren die het laten zien, zijn wel het topje van de ijsberg, hè. Als er eentje ziet, zijn er eigenlijk nog 6 dieren die waarschijnlijk niet optimaal functioneren. Ja. Dat kan zijn uit een overmaat van calcium in de droogstand. Maar ook bijvoorbeeld te veel kali, noem het allemaal op. Dat hebben we net allemaal behandeld. En dan heb je ook een verminderde vruchtbaarheid, een lagere productie. En... heel belangrijk, de weerstand is uit onderzoek gebleven is 8 maal, of minder weerstand, en je hebt 8 keer meer kans op mastitis bij die dieren. Ja. Komt gewoon allemaal uit onderzoek. En zo zijn er ook wel qua vruchtbaarheid getallen voor, om dat te doen. Nou, in de nageboorte blijven staan, er kan 3 dingen zijn, seleniumtekort en vitamine E. Dat is vrij snel op te lossen als het dat is. Maar normaal gesproken zou, als de voeropname er is, dat niet mogen, want dan is transoen berekend ook op selenium en vitamine E. Ja. Een energietekort, maar dat is ook vooral voeropname. Maar een hele belangrijke hierin is ook gewoon beweging. Voldoende beweging. Dat blijft een echt heel belangrijk. Nou, zucht. Hè? Ik heb daar staat een mooi plaatje van de koe met zucht. Meer kans op melk uitleggen. En mastitis. Je moet dan kan maar kijken naar de kali-natriumverhouding om het op te lossen. Maar ze kunnen ook te veel eten. Hè? Dus als ze te veel eten, je rantsoen is net iets te ruig qua energie. Ja. Of en eiwit, dan krijg je ook wat meer zucht. En eventueel kun je de kap nog verder verlagen. Maar ik zou liever eerst de andere dingen aanpakken dan. En dan bedoel je met geen voorkeur.
Het is niet de voorkeur als je zucht hebt en daarom de kap te verlagen. Nee, moet je eerst gaan kijken, wat is er anders bijvoorbeeld fout? Zit bijvoorbeeld heel veel natrium in de kuil? Of voeg je... Er gebeurt wel eens dat bij mensen komen die voegen nog natrium toe aan het droogstandsfatsoen. Ja. En dan hebben ze zucht. Dat kan daar dus van zijn. Ja. Dus dan zou ik eerst even kijken wat er allemaal aan de hand is. En of niet de basis moet eerst goed zijn. Ja, en dan ga je bij de kap sturen. Ja. Kap sturen is een super product. Maar je moet altijd eerst kijken of er niet andere dingen zijn die dingen... Nou, goed, checklist dan nog even. Dus volgens mij de laatste is uit mijn hoofd zo. Hebben we de selectie, willen we natuurlijk niet hebben in de transoen van die dieren. De pensvulling moet voldoende zijn. Kijk naar de mest, het moet niet te vast zijn, maar het moet ook geen vlotte mest zijn, want dan weten we zeker dat we te snel voeren, te veel energie. Ze moeten goed water hebben en ook bereikbaar, zoals ik straks dat voorbeeld al gaf. En comfort, dat is gewoon super, super belangrijk bij deze dieren. En voldoende vreet en lichtruimte. Dat betekent dat elke droogkoe moet een vreetplaats en een lichtplaats hebben. Nou, beweging klimaat van belang. En vraag, geef ook aan de voorlichter hoe de afkalfproces en het opstarten verloopt. Als je altijd een dip hebt in melkproductie na 60 dagen, dan is er iets niet goed aan. En de droogstand dan bijvoorbeeld. Of net straks werd gevraagd over de kwaliteit van de biest. Als de kwaliteit van de biest te veel schommelt of hij is nooit voldoende, dan moet de voorlichter dat weten, want dan kan hij daar actie op ondernemen. Dus vertel tegen de voorlichter wat er gebeurt. Ja, ook als er standaard boelens worden gegeven. Een boelens is eigenlijk ook een... Ja, weet je het? Dat is geen probleemoplosser, hè? Dat is meer een markeermiddel natuurlijk. Ja, daarom. Nou ja, er worden voldoende mineralen verstrekt, maar ook opgenomen als we een heel droog rantsoen hebben en ze vallen op de bodem van de voergoot. Ja, dan worden ze ook niet opgenomen. Dus dan daar zit er ook mee. Ja. Dan had hij eigenlijk enkele vragen over zucht. Mark, Thijs Kappel vraagt, hoe lang mag er zucht op het uier zitten na kalven? En de heer Adlens die vraagt, wat als fase meer zucht hebben dan koeien met hetzelfde rantsoen? Pak weer eerst de eerste, dat was hoe lang mogen ze zucht hebben? Ja. Ja, als het niet de extreme zucht is, een paar dagen. Ja. Als een extreme zucht is, dan is dat super strak van de zucht. Je hebt ook wel eens bij bedrijven wat extreem is, dat de vaarzen de spenen eraf liggen van de pijn. Dat is sowieso al niet goed, daar mogen ze helemaal niet aan staan. Maar een klein beetje zucht, dan mag wel een dag of 5 tot 10. Maar dan moet het weg zijn. Ja. Maar het mag niet te extreem zijn. En de tweede was... Wat vaarzen meer zucht hebben dan koeien met hetzelfde rantsoen? Ja, maar vaarzen hebben vaak ook wel iets meer zucht. Vaak iets meer zucht. Wat is zucht? Ja. Dan moet je ook dan graag een keer langskomen. Ja. Om dan even naar de koeien te kijken en eens over te hebben. Het heel vaak dat... wat is zucht en wat praat je over? Ja. Of wat foto's appen in deze coronatijd, maar ook of komen langs. Dus helemaal naar hoe graag wat gewenst is. Mineralen stopte net mee. Frans Hoeven vroeg, is stroanalyse mineralen belangrijk? Ja, een hele goede Frans. Bedankt voor de ondersteuning. Dat is super belangrijk, want vooral calcium. Hè. We hebben meegemaakt, op een gegeven moment was er wat tekort aan stro in het buitenland. En het kwam er uit Frankrijk, uit de Champagne-streek, stro binnen. En dan gingen de koeien allemaal plat, allemaal kalfziekte. En dan bleek er gigantische calcium in te zitten, omdat het een calciumrijke grond is wat opgroeit. Ja, we hebben ook heel veel over de kap gepraat, over de waardes, urine meten. Maar het is wel heel erg belangrijk dat we alle voeders geanalyseerd hebben, dat de mineralen bekend zijn. Ja. En vaak wordt stro dan vergeten, stro zit niks in. Maar toch, zoals Mark zegt, stro zit vaak toch wel veel verschil in calciumgehalte. Ja, absoluut. We hebben nog twee vragen. Martin, onze collega Martin van der Hulst geeft aan. Kalfziekte is ook de oorzaak van nageboorte opblijven. Dat is eigenlijk wel een oorzaak gevolg, maar dat betekent wel dat kalfziekte, de melkziekte, wel een oorzaak kan zijn dat de droogstand niet goed is. Dat is gewoon een bevestiging van ons verhaal. Ja, komt uit de droogstand gewoon. Ja. En een vraag van Bas van Langen, die was vooraf binnengekomen. Bierborstel toevoegen in het rantsoen. Positieve en negatieve kanten. Ja, stel, je hebt al veel eiwit in het rantsoen zitten, doordat je veel grasvoed bij wijze van spreken. Vraag of dat gewenst is, maar stel dat je dat doet, dan is bierborstel ook een extra aanvulling. Maar stel, je hebt veel stro en mais en je pakt het er dan wat bij, dan kan het de smaak verbeteren. Ja, smaak, vochtig. Ja. Alleen de nadeel van bierborstel is dat calcium wat hoger is. Ja. Dat is wel ook een beetje maatwerk eigenlijk, of bierborstel wel of niet past. Ja, die kan niet zeggen, het is niks of het is wel iets, past. Het ligt aan het transoen met je voet. Ja. De mogelijkheden die je hebt. Ja, volgens mij, op dit moment staan er geen vragen meer open in onze chat. Volgens mij heb ik alle vragen eigenlijk wel beantwoord.
Als dat niet zo is, horen wij het uiteraard graag. Hieronder staan onze contactgegevens nog. Mail of bel eventjes of vraag een van onze rugbyspecialisten om een advies. En dan willen wij jullie denk ik nog bedanken voor het kijken. En veel succes met jullie droogstaande koeien. Ja, bedankt. Dank.